Heb jij nog 1 minuutje? Hebt u ook nog 1 minuutje? Ja? Dat is een wals. Dat is een wals en daar kan ik altijd zo moeilijk inkomen. Probeer hoor. 1, 2, 3. 1. Geef het eens goed aan, jongens. Ja, ja, dankjewel. Hebt u 1 minuutje, 1 heel klein minuutje, red ik het in 1 minuutje. 1 minuutje, blijft u nou nog 1 minuutje, dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's Minutenwals. Ze zeiden mij, dat haal je niet, maar dan kennen ze me niet. Geef me dus 1 minuutje van uw kostelijke tijd, dan is de feit, dan zing ik even de Minutenwals. En maar ik hoop, gaat dat niet al te vals. Het kost me enkele jaren van mijn leven, even slapeloos, doordat de nacht is gewoon iets vrij. Ze mag ik dan ook niet verwachten, u weet wel, ik zing de snoze voering uit mijn kelen, longen uit de naad gescheurd. Dan heb ik toch mijn zin, ja, en de weddenschap gewonnen die ik sloot. Het gaat niet om de centen. Maar het zuid om te kunnen zeggen, het is me nou dus lekker toch gelukt. Wie is er zo gek het in zijn kop te halen? Zeker niet Chopin, die heeft nu al de ballen. Die ligt zonder dolle in zijn graf te tollen, dat ik hem tekort. Wel heb ik maar moe, als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik naar die dingen. Maar wat met de pet gooien en een beetje rotzooi met Chopin's Minutenwals. Even rust mijn arme hals, want ik ben al bijna platgewalst. Hoe zou het nu de tijd vergaan? Nog niet halverwege